Watch me whip, whip, watch me nay nay. Ik ben wakker, ik heb ontbeten en ik was samen met twee andere Italiaanse meiden. Het was super gezellig. Die waren, eentje sliep ook in mijn kamer, die kwam pas 's avonds heel laat. En ik ben me even aan het opmaken. En wat zie ik? Al mijn nagellakpotje is helemaal open gegaan en zat helemaal om mijn spullen. Dus kijk. Hier ook helemaal. Super vies, maar ja. Kan gebeuren, dat was het enige. De rest is allemaal heel gelukkig. Dus ja, ik ga me eventjes opmaken. Dan ga ik naar iemand van de organisatie. En dan gaan we eventjes naar de airport toe. Dan gaan we even lunchen. En de andere kinderen ophalen. Dus alle, volgens mij, wat mensen uit Mexico. From Mexico. Mexico. Woo! And she's sleeping. Yes. Only sleeping. Sleeping. And now we're in the bus. Hi. Hola. 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 And er zijn alleen. Okay, now I'm speaking Dutch. Okay. Er zijn alleen maar bomen hier. Maar het is wel echt super mooi. En er zijn hier allemaal internationale studenten. Hi. Hij vindt het heel leuk om mooi te zeggen. Zeg eens hoi, alles goed? Hoi, alles goed. Heel goed. Maar iedereen is een beetje moe. Maar ik moet wel 5 uur in de auto zitten. 5 uur. En dan ben ik bij mijn gastgezin. Hi. We're at Tim Hortons. Hortons. En ik heb een thee en een pecan banana bread. Dagje bij mijn gastgezin en het is super leuk en ze zijn echt zo lief. En zoals je ziet ben ik nu in mijn kamertje, dus ik zal hem even laten zien. Even een overview. Dan staat hier welkom Noelle. Dat bord hadden ze vast toen ik aankwam. Heel erg lief. Dan heb ik hier een soort bureautje. Ik heb daar een beetje mijn make-up spulletjes op gezet. Een fotootje van mij en mijn vriendinnen. Hier liggen nog wat regels van het huis. Ik heb hier ook nog cadeautjes die ik nog moet gaan geven. De stroopwafels. De hagelslag. De drop. Ik heb nog leuke klompjes. Hier heb ik de foto's die ik misschien nog ga ophangen. Nou, mijn vriendinnen hebben een superleuke kussensloop gegeven. Met al mijn vriendinnetjes erop. Dus die heb ik gelijk op mijn bed gezet. Dan heb ik hier mijn kledingkast. Hartstikke leuk. Kijk, met van die lampjes. Heb ik hier mijn kleding opgehangen. Hier ligt nog wat. Hier kan ik ook kleding hangen. En hier liggen allemaal t-shirtjes. Sportspullen, schoenen. Allemaal.
Dan is dit mijn bedje, wat ik al zei. En ze waren super lief, want er stond ook al een pakketje met allemaal spulletjes erin. Ik zal het even laten zien. Een tasje. Allemaal Amerikaanse, Canadese snoepjes en koekjes. Chocolate chip cookies. Pringles. Smarties. Coffee crisp. Nooit van gehoord. Is denk ik een soort bros. Nog meer cookies. KitKat. Een bidon. Een waterfles. Super chill. Om te sporten. Een paraplu. Want het kan vast ook nog wel regenen. Een pen. Komt altijd van pas. Ah, superleuk. Een sleutelhanger. Stel scherp. Een sleutelhanger van Canada. Oh, super vet. Een Eos lippenbalm. Weet je wel, zo'n bolletje. Ook heel leuk. Even kijken wat dit is hoor. Een uiltje. Oh, dat is van die handgel. Van die antibacteriële handgel. En dan heb ik ook nog een hoodie. Super lief. Ze zijn echt super lief. Vandaag zijn ze nu aan het werk. Het is mijn tweede officiële dag hier. Ik heb dus een Mexicaanse hostsister. Die zullen jullie misschien nog wel eens zien. En dan woensdag komt er nog een Italiaanse hostsister. Dus dan zijn we met 3 meiden hier in huis. En dan begint volgens mij donderdag school. Ik weet niet hoe ik precies dat ga doen met vloggen. En of ik veel ga vloggen. Of ja, want ik ga ook niet alles hier in het huis laten zien. Het mag wel, maar dat vind ik een beetje respectloos. Ik ga niet het hele huis filmen. Het is ook een beetje privé natuurlijk. Dus ja, die zullen nog wel van mij horen.